Goedenavond en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de SML Talk. Ja, we gaan nu richting de playoffs toe, dus het blijft nog steeds spannend binnen de Suriname Major League. En vanavond ben ik zeker niet alleen. Aan deze kant hebben we Miguel Shepherd en ook nog Jamal Jonatas. Ja, we waren geweest naar de trainingen, maar blijft u bij deze afgestemd. En zoals altijd gaan we vanavond een fun start met de takeaways. Laten we kijken wat de takeaways van alles zullen zijn. De eerste takeaway van vanavond gaat dus een terugblik zijn. Een terugblik van het reguliere seizoen van de top 4 teams, die zijn namelijk Transvaal, Robinhood, Forwards en Intermunotabo. Daarna een vooruitblik op de playoffs toe. Interviews met trainers en spelers, zoals ik al zei, vorige week zijn er volgens de trainingen om een beetje te babbelen met de coaches en ook nog de spelers. En als laatste een voorspelling van de playoffs. Daar zullen dan Miguel en Jamal hun voorspellingen doen van de wedstrijden, de opkomende wedstrijden. Ja, heren, zijn jullie ready voor de playoffs? Want we gaan eigenlijk zullen we direct starten met het terugblikken, maar zijn jullie ready? Ja, we zijn ready. Of althans, voor mezelf praten, maar ik ben ready. Nu al een week toch? Ja, vorige week zaten we hier, toen nog met Ashwin. Toen was ik al ready en nu zijn we 7 dagen verder, dus ik ben nog steeds ready. En dan tellen we dan naar het weekend, dus dan ben ik ook nog ready. Ben je ook nog ready? Ja. Ready study, hè, Jamal? Ja, zeker wel. En ik ben enthousiasme tegelijkertijd ook zenuwachtig. Ik weet niet waarom. Ik kraak niet, maar ik ben gewoon zenuwachtig. Maar dat is niet dat je niet kraakt. Nee. Ja, ik kraak, maar ik wil het ook vreemd. Dus dat geeft aan dat er heel veel spanning is en dat er heel veel enthousiasme kan zijn. Dus het wordt de bal. Weet je waarom ik die vraag stelde? Later zullen we het zien bij zijn antwoorden als hij werkelijk niet kraakt of niet. Ja, hoe is hij zo zenuwachtig? Precies. Ben je bang voor... Weer enthousiasme leidt naar zenuwachtig. Goed voor woord. We weten intussen al welke teams naar de playoffs gaan. Die zijn namelijk Transvaal, Intermunotabo, Robinhood en ook nog Forwards. Intermunotabo speelt tegen Transvaal en... Ja, in de eerste en de tweede ronde hebben ze al tegen elkaar gespeeld. Transvaal in beide wedstrijden gewonnen. Laten we daar naar kijken. Lange baan of Tansi. Tansi. Go! Go! Het zit erin. Heel kalm. Ja, wat wil je zeggen? 1 minuut 59. Voor de pot. Hey! Goal! En eindelijk is het Dimitri Appai gelukt om vanavond te scoren. In het voordeel van Transi. Gaan ze er 3 van maken. Grendel. Een loopbal. Doelpunt. Goal. Dat is een heel mooie bal. Goed gezien. Intelligent. Dat is een intelligente bal. Trap. Patrick! Hier het schot van Baya. Tap had het moeilijker mee. Probeerde nog te herstellen. Maar daar heb je dan niemand anders dan Romeo Putti Castillo. Lelle jonge man tegenover tegen café. Denk er voor de pot. Nog een kans.
Voorbereidend werk van Toy. De verdediging van Inter Mugadapu was tussen 6 en 9. De man bij Broeiaptje. Hij had niemand anders daar te verschalken. Hey. Die wedstrijd van Inter Mugadapu en Transvaal. Nou, jullie hebben gezien, beide wedstrijden zijn gewonnen door Transvaal. Denken jullie dat dit een mentale effect zal hebben op Inter Mugadapu? Mentaal positief, denk ik wel. Ik denk dat ze sowieso een boost zal geven. Je wilt niet voor een derde en een vierde keer verliezen van dezelfde ploeg. En als we kijken hoe Inter Mugadapu het seizoen afsluit, dan weet je dat ze in principe ook met een mentale push die playoffs instappen. Dus ik denk dat ze dan wel een mentale boost zullen hebben. Oké, en waarmee gaat Transvaal nu rekening moeten houden aangezien ze weer spelen tegen Inter Mugadapu? Nou, we zien dat als we kijken naar die wedstrijden, zijn de meeste doelpunten in de tweede en gemaakt. Dus als Inter Mugadapu ook goede analyse maakt, dan weten ze dat dus, ze in de eerste helft hun doelpunten moeten van opzoeken. En daarvoor moet Transvaal rekening houden. Want Transvaal is eigenlijk een in de volkswond gezegd een tweede helft team. Mm-hmm. De tweede helft dan komt echt Transvaal naar buiten. En als Inter kan profiteren vanuit de eerste helft, en moet Transvaal daar oppassen. En we weten ook dat Robin Hood, zij gaan ook uitkomen tegen voorwaarts. Laten we ook nog even terugblikken naar de eerste en de tweede speelronde van deze twee teams. Het signaal is gegeven. Go! Goal! En na 11 minuten staat het 1-0 voor Robin Hood. Er wordt een penalty gegeven en een gele kaart. Hier ziet u een herhaling, de corner wordt gebracht. Gekopt door Libretto, daar komt Adesiba. En hij wordt, ja, arbiter Moses Kekiti is ready, daar komt hij. Go! Go! En het feestje zit erin. Het feestje wordt gevierd door Joel Pengel. En het staat 1 voor voorwaarts en 1 voor Robin Hood. Goed aangespeeld. Penalty. Penalty voor het team van Robin Hood. Tuur aan, Stedenburg aan. En die liet natuurlijk zijn been nog even hangen. Waardoor Esperanzi deze kon raken. Da Silva. Da Silva. Go! Ver! In de touwen. Getrapt door Kaasit. Beneden de ingooi. Adensiba. Achter nagezeten door Esaias. En dat schot van Joel Pengel. Go! Wat een blunder! Wat een blunder! Van doelman Jonathan Fonkel. Hier de herhaling. Dat schot. En het ging er door. En zoals jullie hebben gezien, de meeste doelpunten zijn gemaakt door penalties. Denk je dat ze in de playoffs ook zo zullen spelen? Als ze dat doen tijdens de reguliere competitie, denk je niet dat ze in deze open partij komen spelen tegenover elkaar. Dus ik denk dat het weer gaat om twee verdedigingen die het in principe gesloten zullen houden. En zoals de commentator daar net gilde, een blunder, mooi om te horen. En het zal misschien wel een goede combinatie zijn of weer een blunder om een doelpunt in principe in jouw voordeel te krijgen of tegen je te krijgen. En we weten intussen ook dat voorwaarts best wel een ijzersterke verdediging is. Wat moet Robin Hood nu gaan doen? We weten dat Robin Hood zakelijk is. Dus
aan van de zaak. Je hebt dus een aan van het team. En ze hebben al 2 keer deze gespeeld. Het is er niet gelukt om ze te winnen. Dus het enige wat ze meer moeten doen is hun doelpunt te maken. Ja? We weten dat de verdediger bij forwards ijzersterk is en niet heel veel fouten maakt. Dus Robin Hood gaat dan het middenveld, vanuit het middenveld de verdediging moeten afdringen om dus uit hun positie te komen. En dan zo penetreren vanuit het midden, vanuit de flanken en dan hun doelpunten opgezoeken. Maar het is namelijk zo dat Robin Hood en forwards elkaars bijna 2 jaar lang niet weten te winnen. Of nee, ze maken wel doelpunten, maar de wedstrijden worden gewoon niet gewonnen. Het gaat altijd gewoon naar een gelijkstand of een 0-0. Of voorwaarts wint. Ja. Of voorwaarts. Of voorwaarts wint, dat is wel gebeurd de afgelopen periode. Ik zeg dat Robin Hood wel licht voordeel heeft in deze tie. Waarom ik dat zeg, Robin Hood heeft wel de individuele kwaliteiten. Dus komt het erop neer dat beide ploegen goed staan, de verdediging staat uitmuntend. Ze schuiven goed, ze kantelen goed, noem maar op. Alles gaat volgens plan van de coach, dan heeft Robin Hood wel het doorslaggevende. En dat is dan wel meerdere individuele spelers die het kunnen beslissen. Dus dat zou daar wel doorslaggevend kunnen zijn. Maar natuurlijk willen we ook nog de reacties van de spelers en de coaches, hoe zij naar de playoffs toe gaan en hoe de voorbereidingen zijn. Nou, daarom gaan we starten met de takeaway 2. Vooruitblik op de playoffs, maar van de spelers en de coaches. Laten we eerst beginnen met Transvaal. We zijn naar het Stipe Stadion afgegaan, het thuis van Transvaal. En ja, kijk jullie maar mee. We hebben ondertussen al 3 keer tegen ze gespeeld. 2 keer in de competitie, 1 keer in de beker. En ja, het is gewoon een goede ploeg. Ze hebben zoveel ervaring aan de andere kant, zoveel talenten. Veel technische kwaliteiten, veel snelheid, doelgerichtheid. Als je kijkt naar de topscorer. En Dorsen die daar kort achter en bij speelt ook levensgevaarlijk is. Nou, in het middenveld hebben ze gewoon kwaliteit lopen die de passen kunnen geven en verdedigend hun werk kunnen doen. En achterin met Amouferi, Campbell, ja, noem het maar op. Allemaal ervaren mannen die gewoon heel goed zijn. En daar moeten we rekening mee houden en zeker niet ontschatten en respect voor hebben. Maar we moeten van onze eigen kracht uitgaan en dat is voor mij nog steeds het belangrijkste. Oké. Ja, natuurlijk kijk ik bij iemand die tegenstander analyseert natuurlijk. Je gaat terugblikken naar wedstrijden die ze gespeeld hebben. En natuurlijk die 2 wedstrijden die we, of zeg maar 3 wedstrijden tegen Inter Mungutap, want we hebben die bekerwedstrijd verloren tegen ze. Dus natuurlijk ga je even terugblikken om te checken waar die zwakke schakels zijn, waarin ze minder sterk zijn, om het zo uitdrukken. En dan ga je daarop moeten werken. Ja, nee, we zijn humble. We zijn wel op de eerste plaats. Dus we gaan in de playoffs laten zien waarom wij op de eerste plaats zijn. En we gaan niet voor minder dan kampioen worden. We willen geschiedenis schrijven en we gaan dat ook bereiken van het jaar. Ja, en dat waren dus de coach Raymond Mannen, Dimitri Apaisamen, de aanvoerder. En ook nog de Shingel Dera, een van de verdedigers met het Transvaal. Maar we willen ook weten wat Inter Mungutap op hun tegenstander te zeggen heeft. Dus kijk maar mee. Het was voor die laatste wedstrijd. Kijk, zei ze nog. Speel je wedstrijd. Hoe kijk je nog niet naar die resultaten? Einde van de rit. Na die 3 wedstrijden. Tussen die wedstrijden die simultaan zijn gespeeld. En we kijken wat het wordt. En elke wedstrijd is gewoon een finale wedstrijd. Gewoon. Vanaf het begin. Dus ik dacht voor je nu af en druk. Weet je, iedereen maar doet dat. Maar ik ben kampioen, dus jongens, we komen gewoon terug als ik kampioen view. Dus dan ben je bereid voor te kampioen, dus de man wordt ook terug. Dus ready zijn en we komen voor ze. Ja, man. Ik heb niet veel te zeggen, maar ze moeten ready zijn. Ze moeten goed eten. We hebben een soep op hun salarij, maar die hebben een. En ze moeten goed eten. Want ook komen er aan de interim, wat wordt zeker kampioen. Beker, zowel als hem. Om je lukt te zijn, zou je nog tegen die man, ik die man aan het trainen, ik die man. Compleet, we zijn bij een bluff. We blijven 90 minuten horen, ook 90 minuten. Ja, Inter Mungutap. Shaminana, hij zei ook bluffen niet, maar daarvoor zag je wel een beetje. Ze hebben geen afspraken gemaakt, denk ik. Maar als je zo naar de jongens kijkt, laten we eerst beginnen met Transvaal. Stralen ze zelfverzekerheid uit? Beide groepen. Maar het zijn ook echte ervaren spelers van beide groepen. Want als je kijkt naar Apai, die heeft internationaal gevoetbald. Heeft 4 horen gemaakt in het buitenland. Dera,
vanaf jong was, loopt hij mee met de nationale selectie. En dan maak ik gelijk overstap naar de jongens van Inter. Die hebben zoveel ervaring. Een paar jaar terug was Inter in een situatie tegen de ploeg van Leo Victor. Waarbij Leo Victor gedurende de competitie constant op 1 stond. Gaandeweg het einde naderde, viel er wat brokken bij Leo Victor. En toen kwam er een beslissende wedstrijd. En toen kon je zien hoeveel ervaring deze jongens van Inter hebben. Hoe rustig ze daarmee om zijn gegaan om Leo Victor toch af te troeven. En nu hoor je het weer. Dus ja, ze praten uit ervaring. En je hebt Baja ook gehoord. Van ja, ik heb mijn kampioenschap. Ja. En je ook niet, hè? De jongens moeten nu echt harder gaan werken, harder gaan blokken om het kampioenschap van de SNL niet te bezitten. Ja, ja. En je hoort ook aan het praten van die jongens dat ze dus niet met de pet tegen haar voor je, maar dat ze echt met passie praten. En dat is waarvoor SML staat. Dat is wat we willen creëren. Gepassioneerd voetbal is, you know. Als je jongens zo praten, dan mogen we een spektakel verwachten. Ja, maar we praten alleen over de spelers. Jullie hebben de coachmannen ook gezien. Zijn reactie en ook nog die van de assistentcoach van Inter Movetappen. Ja, beide coaches bekijken het in principe vanuit hun oogpunt. Ze hebben niet te veel weggegeven, dus ik denk dat wij ook niet te veel daarover kunnen zeggen. Ze weten in principe hoe ze spelen. En dan praat ik over mannen weten hoe Inter speelt. Assad weet hoe Transvaal voetbalt. Dus nu aan hun om met een verrassingselement te komen. Hoe ga ik mijn tegenstander verrassen om dan zo doorslaggevend te zijn in deze playoffs? Dus daar moeten wij naar uitkijken. En natuurlijk zijn we ook geweest naar Robinho. Daar spraken we met de trainer Geurken. Ja, aanvoerder Jamilio Richters en ook nog jeugdspeler Seyler. Oké, en hier waren we dus bij het clubhuis van Robinho. De jongens zijn flink aan het trainen. Ik zei dat we met de aanvoerder Jamilio Richters praten. Maar bij deze was er dus alleen Seyler, jeugdspeler Seyler. Hij heeft dus flink meegedaan binnen deze competitie. Hè? Ja, voor de jeugdspeler heeft hij flink zijn minuten gemaakt. Hij is ook meegegaan met de groep toen ze dus daar op het Curaçao vertoefde. En ook daar mocht hij constant weer invallen. Dus voor hem sowieso een mooi moment of mooie momenten. Hij heeft wat ervaring opgedaan. Dat gaat hij straks dan ook aangeven. En ik denk dat het wel een van de sleutelspelers is van Robinho. Het staat niet altijd in de basis, maar wanneer hij invalt, kan hij dan wel een wedstrijd veranderen. Ja, ja, en hij past zo goed bij zijn medespelers. Hij komt in het team als jeugdspeler. Ik ken nog zijn eerste wedstrijd, maakte hij meteen één doelpunt of twee doelpunten. Dus hij paste meteen in het systeem van Robinho. En hij werd eerst als spits gebruikt en daarna als nummer 10 achter de spitsen. Dus we zien dat hij dus op meerdere posities kan spelen en dat de coach hem heel goed kan gebruiken. Ja. En we weten ook dat Romeo terug is van Curaçao. Daar hebben zij jammer genoeg een wedstrijd verloren. Maar hoe denk je dat ze nu gaan vooruitblikken op de playoffs? Ja, ik ga weer de herhaling moeten treden. Ook daar heel veel ervaring. Ze hebben nu weliswaar verloren tijdens de Shield. Maar als je ziet wat ze daarvoor hebben gedaan. Die Shield gewonnen, Caribbean Cup gewonnen. Naar de Champions Cup gegaan. En dat zijn wedstrijden op een heel ander niveau. Dus voor hun is het nu even een switch maken. Even uitschakelen wat daar is gebeurd. En mentaal gewoon alleen naar SML denken. En als ze dat doen, dan zijn ze wel de team to beat. Ja, en zoals jullie al zeiden, Seyler heeft dus flink op zijn manier gemaakt binnen deze competitie en natuurlijk moest ik een babbeltje met hem houden. En we zijn hier met de jeugdspeler van Robinho Seyler. Jullie waren laatst in Curaçao, jammer genoeg maar één winst voor Robinho. Hoe heb jij dat als speler ervaren? Het was een heel goede ervaring. Ja, veel ervaringen zijn nodig voor een jonge speler als ik. Ja. En hoe was de reis terug dan naar Suriname? Het was goed, ja. Geen vertraging en niets, ja. Dus. En je weet dat je, ja, jullie zijn momenteel, jullie bereiden jullie je eigenlijk op naar de playoffs. Jullie komen uit tegen voorwaarts. Maar denk je dat het verlies een effect gaat hebben op de voorbereidingen? Helemaal niet. Ik denk het niet. En waarom dan? Omdat, dus, moet ik het zeggen. Is een heel ander tempo weer in Suriname. Ja.
En jullie komen uit tegen Forwards. Je weet intussen dat Robin Hood bijna 2 jaar lang niet heeft gewonnen van Forwards. Wat betekent dat jullie het nu tegen hun gaan opnemen in de play-off? Betekent heel veel, want Forwards is ook een van de sterkste ploegen hier in Suriname. Ja, dus we zijn ready voor Forwards en alles gaat gebeuren. En jij komt dan op het veld, ja, Joao Pengel tegen Machino, Libretto. Hoe kijk jij dan daar naar uit? Ja, zijn goede spelers, dat is, kijk naar ze op, maar wanneer we op het veld zijn, is het een heel andere takkie. En wat voor takkie dan? Jullie gaan zelf zien. Oké, dus dat betekent dat, ja, ik moet ervan uitgaan dat Robin Hood helemaal ready steady is voor de playoffs? Ja, helemaal. En je weet, aan de andere kant hebben we dan Transvaal tegen Inter Mugatapu. Tegen welk team zou jij het willen opnemen in de finale? Wij maakt het niet uit. Helemaal niet. En heb je dan nog een laatste boodschap naar de kijkers? Ja, komen jullie zondag 11 augustus naar mooie dingen kijken. Het gaat gebeuren die dag. En nog een laatste vraag. Robin Hood, SML kampioen 2024. Wat zegt dat jou? Helemaal waar. Jawel. Oké, is goed en succes verder. En zoals ze zelf verzekerd is, zijn er. En hij zei het al, Forwards moet ook. De Oppersveld is weer een hele andere takkie. Ja, en dan gaan we eigenlijk direct naar de training van Forwards. Dan kijken wat die spelers daar te zeggen hebben. Hey, als je kampioen wil worden, moet je tegen iedereen kunnen uitkomen. En als het nou deze is of de vorige, ik bedoel, als we in de finale ronde zitten, dan zouden we überhaupt, als je door wil gaan, tegen beiden moeten spelen. Dus op zich maakt het niet zoveel uit. We hebben 2 keer tegen ze gespeeld dit jaar in competitieverband. We kijken naar ze, ook in andere wedstrijden. Goede ploeg. Maar we zullen iets uitzetten om ook in die wedstrijd succesvol te zijn. We praten met die jongens die een beetje meer ervaring hebben als het gaat om voetbal. We praten met die jongens, bereid je goed voor. Doe dit beter, doe dit niet, doe dit wel. En ik zie dat ze luisteren, dus het kan goed uitgezet worden. Er gaat niks veranderen. We trainen hetzelfde. Alleen die voorbereiding naar die wedstrijd toe is een beetje meer gefocust nu. Want nu gaan we niet spelen om in de 4 te eindigen. Maar nu gaan we spelen voor kampioenschap, want er zijn 4 teams en elk van de 4 kan kampioen worden. Dus dat is het gewoon. Maar niks gaat veranderen. Is het 2e derby Forwards. En nog een keer van Noord van Robin Hood. Dus we zijn extra gemotiveerd. Ja, we moeten dat blijven behouden. Nou, minaf. Ik ben geen blufende voetballer. Ja, minaf heb een veld met zo'n ring. Ja, toch? Dat heb je ook fit. Til ik laatste vlees is naar à la to play. En dan natuurlijk hoop ik dat we als winnaar uit de bus komen. En ik heb er veel vertrouwen in. Robin Hood, vandaag voor een stukje. Wij gaan gewoon voetballen. We gaan de bal laten praten. Dus ik denk dat gewoon voetballen hard werken zoals elke wedstrijd. Dus gewoon voetballen. Beide teams zullen zichzelf dan bewijzen op het veld. En zoals jullie het ook hebben gehoord, zijn een beetje terugtrekkend. Maar ja, ik wil niet bluffen. Ja. Ja, inderdaad. Kijk, ze zijn wel zelfverzekerd, maar als je dus met dat kind zou dan even dansen, dan kom je je play. En lelijk op je neus vallen, dus heel voorzichtig gezegd. Maar, nu wel op de interview. En wat zei Anthony? Anthony Blake? Iets van, wat zei je nou weer? Welke fans? Oh, nee, dat had ik nog gezegd. Voetbal zal wel voor zichzelf spreken op het veld. Moet wel werken. Ja, en jullie hebben dus de reacties gezien van alle 4 teams. Ja, ze zijn allemaal helemaal ready, ze zijn voor de playoffs. Met Jamal, heb je nog iets te zeggen over deze teams? Ja, zeker. Ik wil dus aangeven dat elk team zo een specialiteit heeft. Kijk, die andere teams hebben het ook, maar bij hun komt het beter uit. Als we het hebben over Robin Hood, weten we dat Robin Hood heel zakelijk voetbal. En directe aanval absoluut. Maar ze hebben dus wel van hun individuele talenten. Ze hebben meerdere individuele talenten in hun team. Als we het hebben over Inter Mugatapu, dan weten we dat we het hebben over het fysieke. Want noem 5 spelers die 1-on-1 tegen door zouden kunnen spelen. Mm-hmm.
Als we kijken naar die Baia, echt een sterke man. Als we kijken naar die Amunferi, die straalt sterkte uit. Dus het fysieke, dat heeft het hem ook op dat moment mee. Als we kijken naar transpaal, en we het over pionnenspel, positionspel. De tegen is een strategie. En ik kan Rellum op de linksback zetten, op de rechtsback zetten. Hij kan hekbanen speelt overal van het veld. Het schuiven van die speed, het schuiven van die pionnen. En de bal doet het werk bij Transvaal. Mm-hmm. Dat komt beter tot uiting bij Transvaal. En ze hebben over forwards. Die hebben echt de underdog story. Ja, en ze doen het echt voor hun... Er zijn zoveel emoties in, hè? Nee, ik zeg gewoon, ze doen het echt voor hun coach. Ik heb het gevraagd aan een van die spelers en ze hebben het gezegd. Ze doen het echt voor hun trainer Black Soil. En ja, in het begin van de competitie zagen we spraken over PVV, over Notch, over de Basiana, over Transvaal, over Robin Hood, ongeslagen. En forwards kwamen en kwamen. Tot op een, het midden van het seizoen, toen zagen we forwards komen. Toen zeiden we, als deze teams hier rekening worden, kom forwards en haal deze in. Dus dat hebben ze allemaal. Dus allemaal een speciaal moment, een speciale... Hoe zeg je het allemaal? Ja, een specialiteit. En ja, dat geeft passie, dat vormt ons en onze players. Dat moet geweldig zijn. Ja, en hij heeft dus gesproken over de teams, maar vanuit jouw kant zijn er dan spelers die extra opvallen? Noem van elk team ten minste twee of misschien één? Je kan meerdere opnoemen. Om bij de koploper te beginnen, Transvaal. Dan denk je gelijk aan de aanvoerder, Dimitri Apai. Hij is zeker wel aanvalsleider. Om als we verband leggen met het vorige seizoen, dan stond hij er eigenlijk al. Maar productief en trefzeker was hij niet. Dus heel veel kansen om zeef gelaten. En als we kijken wat hij nu presteert, ziet hij ze of schoot hij ze week in, week uit gewoon in. Groei van Deira is ook heel erg opmerkelijk. En ook nog de subcaptain. En ze laten het wel echt zien dat ze aanvoerder en subaanvoerder zijn. Gaan we gelijk naar Robin Hood. Richters heeft het weer eens bewezen. Niet zijn beste seizoen. Ik vond hem niet zo constant als de jaren daarvoor. Maar als je moet vergelijken met de andere spelers en de andere voorhoede spelers, dan was hij daar wel de meest constante. Want Cairo is gaandeweg erbij gekomen. Andrew was er een tijdje niet bij. Dontuur afwisselend met Rosabel. Dus dan val je dan toch weer terug op die richters. En Superman heeft van achteruit wel echt de lijnen uitgezet. Vonkel stond er weer. Gaan we naar Inter Mongotapo. Daar heb je een koningsaanvalduo. Dat is een aanvalsduo om van te smullen. Het is wat je wilt hebben. De grote sterke man en de kleine rappe man. Ja. Die sterke man die doet er alles aan om die kleine man zo vaak mogelijk vrij te krijgen. En die profiteert er absoluut van. Ja. En dan gaan we naar voorwaarts. Daar gaat het echt om een ploeg met toch wel één uitblinker. En dat is dan de man met rug nummer 10, Joao Pengel. Oké, en dan stappen we over naar de laatste takeaway voor vanavond. Voorspellingen. En dat laat ik wel helemaal over aan de heren. Ik weet niet wie als eerste wil gaan. Ja, ik heb het vorige week al gedaan. Dus voorspellingen van de players. Ik moet dan gewoon een herhaling treden. Laat me even denken, wat had ik weer gezegd? Ik zei dat... Laten we eerst beginnen bij Inter Mongotapo Transvaal. Oké, ik zei dat Transvaal doorgaat. Sowieso moeizaam. Ik denk niet dat het een easy walkover wordt. Maar ik denk wel dat Transvaal van Inter Mongotapo wint over twee partijen. En zo in de finale komt. En ik geef Robin Hood ook de betere kansen tegen voorwaarts. En dan krijgen we dan de El Clasico finale. Ja, dat was het. Ja, dus ik zeg hetzelfde weg. Ja, de klassieker. En Jamal, jij hebt die van... jij hebt je opperspelling nog niet doorgegeven. En het klinkt dus schijngaan. Ja, inderdaad. Wat hij zei. Ik zou het wel iets anders doen. Ik ben man van de underdog story. Dus als het gaat tussen voorwaarts en Robin Hood. Dan denk ik wel dat voorwaarts... toch zal winnen van Robin niet. Oh, zie je? En dan... hier was heel zenuwachtig. Nee, ga maar door. Sorry, ga maar door. Man van underdogs. En daarbij Transvaal. Ik denk dat het zal winnen van Inter Tapu. Niet makkelijk, want het wordt een heel moeilijke wedstrijd. En dan wordt het in de finale voorwaarts Transvaal. Voorwaarts Transvaal. Transvaal Robin Hood. Dat wordt spannend. Wat denk jij? Nee. Er was een mascotte. Omdat er een mascotte binnen de Suriname Major League. Dat vind je de Facebookpagina van de Suriname Major League hebben gevallen. Zien jullie dat ze een vogel als mascotte hebben gezet? Hè? Bij deze dan een eagle.
Laten we dat even snel in beeld krijgen. Ja, en hier is dan de Eagle van Suriname Major League. Maar hij heeft nog steeds geen naam, hè, want daar staat: geef mij een naam. Hera, als jullie zo kijken naar die vogel. Miguel, hoe zou jij hem noemen? Akka 597. Ah, en waarom? Akka is sowieso Eagle, dus Akka Surinaams. Akka, voetbalterm, is dan een geweldige schijnbeweging. Telesuur, de hoofdsponsor. Onze landencode 597. Mm-hmm. Dan ga ik ze jellen en dan kom ik op Akka 597. Akka 597. En jij? Nou, ik zal Mataka noemen. Ja, dat is een beetje over in de naam. En ik wist dat jullie zouden lachen. Maar dat staat gewoon simpelweg voor Mati Akka. En dat is ook wat hij uitstaat. En hij is uiteindelijk Akka, zoals je zei. Akka, levensgeheimweging, samensmelting. Mataka. Dat heeft mij gezien. En bij jou is het Mataka. Mati Akka. Oké, maar natuurlijk hebben ze de pols gezet om te kijken wat het publiek de vogel dan zou noemen. Nou, ik heb enkele comments genomen en deze zei ik dan voor jullie lezen, maar jullie mogen het ook zelf op het beeldscherm zien. Nou, eerst werd dus gezet door Stefan van Solingen, Mr. Major the Falcon. En de SML now has a mascot by the name of Mr. Major the Falcon. Oké, wat vinden jullie daarvan? Ja, kan maar zo Engelstalig, ik weet niet. Het heet al Suriname Major League, dus ik wil nu wel echt een Surinaams tintje in. En Roy Broe zei, geef hem gewoon de naam van iemand die iets over het Surinaams voetbal heeft betekend. Hoe heet dan Humphrey, André of Rol? Een mascotte moet eenmaal het symbool van de organisatie of sport zijn en dat waren deze mannen. Dat is wel een goed idee, hè? Ja, klopt. Heeft hij een voorbeeld gegeven, want ik vind het moeilijk om, wat zeg je dan? Akka winnen? Winnen Akka? Akka Bundel? Ik weet niet. Ik denk dat Roy gewoon letterlijk een naam wil. Winnen de Akka? Winnen de Akka? Winnen de Akka? Oké, en volgende Makani zei Akka. Akka uitgesproken. Gelijk wat jij al zei, Akka. Akka is de naam van Hauk. En ook nog Haak in Sranatoren. Ik vind dat deze naam goed bij zo'n mascotte past, omdat wij voetbalfans het woord Akka veel gebruiken tijdens het kijken naar voetbal. Vaak zeggen we ook, Amma Akka bal in een 90 of Akka Amma Drouwer. Oké, dat lijkt wel. Die tweede Akka snap ik wel, die eerste Akka. Akka bal in een 90 is een beetje vreemde Akka, hoor. Maar goed, dat zou wel zo kunnen zijn. En dan heb je hier iemand, Border Impressed. Pitten, ook nog met een foto erbij. Nee, dat kan niet. Dat kan. Waarom? Dat gaan we niet doen. Op het even andere betekenis, vooral in een van onze andere Surinaamse culturen. Dus ik denk dat op het best zo past. Okay. Yeah. En als laatst, Micha Morris, hij kwam dus met Asefa. Asefa is afgeleid van het Surinaamse woord Asewa, wat valk akka. Falcon betekent in het Sranantongen. Falcon akkas symboleren visie, vrijheid en superioriteit. Wat goed aansluit bij de geest van sportiviteit en uitmuntheid die de SML wil bevorderen. Goed onderbouwd, hè? Ja. Goed onderbouwd. Heel diep gaan. Ja. Precies. En welke ben je in het mes of blijf je niet gewoon? Ze is ook in Mataka. Nee, wat op ons toch. Die laatste nemen we geen zeefaan. Ja. Ik ben het eens met Micha. Micha Mori. Micha Mori kwam dus met de Asefa als naam. Maar ja, natuurlijk laten we het over aan de Suriname meentje die komt de naam uit. Maar dan moet ik die Akka 597 snel sturen. Eigenlijk wel, hè. Ik heb hem meteen al gestuurd. Oké. Maar het is al afgehouden. Nee, helemaal. Nou, blijven we nog steeds praten over de playoffs en natuurlijk willen we weten wanneer deze wedstrijden worden gespeeld. Dit is nu het schema. Op zaterdag 10 augustus begint het allemaal Transvaal tegen Inter Mongotapo om 7 uur. En daarna op zondag 11 augustus Robin Hood tegen Forwards ook op 7 uur. Forwards komt dan weer uit tegen Robin Hood op 18 augustus. Het is namelijk een zondag. Zij spelen om 6 uur. En om 9 uur ook nog op
zondag 18 augustus Inter Molotov tegen Transvaal. En dan hebben we dan de big guy daar, hè. Dat is namelijk de finale. Die wordt gespeeld op zaterdag 24 augustus om 7 uur. Al deze wedstrijden worden gespeeld in het Dr. Franklin Asset Stadion. Het wordt, of ja, het blijft gewoon spannend. En natuurlijk zeg ik altijd, kom gewoon naar het Asset Stadion om te genieten van Surinaams voetbal. Hebben jullie nog iets te zeggen? Ja, ik kijk er enorm naar uit. Dus laten ze voetballen. Wij moeten niet meer praten, vind ik. Nee, laat zoals ze zeggen, op het veld gaan hun voeten praten. Dus laten ze ons wezen wat ze kunnen. En de bal is nog steeds rond. Mijn naam is Adesina Ahmad, Miguel Shepherd, Jamal Jonatas. En we wensen jullie een fijne avond verder. Goedenavond.